Hello? Hello? Hallo? Ah, daar zijn we dan. Een zeer welgemeend hallo, lieve jij buis kindertjes en tevens goede oma. Mijn naam is Ace en welkom bij Laten We Spelen Full Throttle. Een game die ik al meer dan een maand geleden had aangekondigd en het werd nu toch wel eens tijd om dit te gaan spelen. Zoals wij allemaal hebben kunnen zien in de intro is Ben hier. De leider van de motorbende de Polecats. Door Adrian Ripburger, belazerd. Adrian Ripburger had een voorstel en hij had twee opties. Ja of wat nee. Het ging voor het laatste. En de plannen van Adrian Ripburger zullen zich naarmate dit spel vordert zichzelf gaan ontvouwen. Goed. Point-and-click adventure game. Een klassieker van LucasArts. LucasArts is onder andere ook bekend van Grim Fandango en natuurlijk de Monkey Island serie. Grim Fandango, er komt trouwens nog een HD remake op de PS4 van uit binnen afzienbare tijd. Als ik het goed heb begrepen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wij gewoon een klassieker van LucasArts gaan spelen. Jawel. Dit is een point-and-click adventure game. Die werkt qua besturing gelukkig wat makkelijker dan Jack O'Lander was Cinematic Adventure Director's Cut. En hij is ook wat minder kut dan Jack O'Lander was Cinematic Adventure Director's Cut. De pijl geeft aan dat wij naar een ander scherm kunnen lopen. En dat gaan we ook weer even doen. Want daar staat alweer onze motor die door Bolus eerst was gestolen. Maar blijkbaar weer netjes teruggezet. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden kom je bij... Hallo? Oh nee, dat moet je natuurlijk doen op itempjes. Kijk, je ziet dat de crosshairs, de cursor, dat die een rode hoekjes krijgt. En als je dan de linker muisknop wel te verstaan ingedrukt houdt, dan kom je hier in de actiering. Je kunt verschillende dingen doen. Je kunt dingen pakken. Je kunt dingen schoppen. Je kunt dingen kijken. En je kunt dingen likken. Jawel, dingen likken. Ik herhaal het nog één keer. Je kunt dingen likken. Volgens mij kan je dit spel helemaal geen dingen likken. Oh wel. Goed, we kunnen bijvoorbeeld naar de motor kijken. Good thing Ripburger didn't touch my bike. Nee, hij niet. Good thing for him. Maar iemand anders wel. We kunnen de motor natuurlijk niet schoppen. Hij pakt hem meteen. Some joker took my keys. I don't like that. Ik begin een beetje een patroon te ontdekken, want hij is ook alweer zijn sleuteltjes kwijt. Ik weet het niet. We hebben hier de bar. Kijk maar even naar het bord. The kickstand. Dit is natuurlijk de stamkroeg van de Polecats. Nou, dan gaan we even naar binnen toe. Open up. Hallo? Open up. Misschien is er wel niemand. It's empty, but I can see the bartender in there. Wil hij gewoon niet open doen? Open up. Nou, dan gaan we dit maar proberen te schoppen. Hotse motse. I fixed your door. It was sticky. Look, I don't want no trouble. Just leave me out of this mess. De mensen die Jack Orlando hebben gevolgd, of in ieder geval een deel ervan hebben gezien, hebben ook deze kamer kunnen ontwaren. En ik heb toen de tijd ook gezegd dat na Jack Orlando de volgende game die ik zou spelen, dat het deze was. Nou is dat niet helemaal de volgende game geworden, maar in ieder geval na Jack Orlando de volgende point-and-click adventure. Dus ik heb het toch een klein beetje aan mijn belofte gehouden. Heeft allemaal natuurlijk weer veel te lang geduurd, maar goed. Ben is natuurlijk sleuteltjes kwijt. De bartender heeft... alles, of in ieder geval van alles, kunnen zien. Dus we gaan even de bartender likken. Of in ieder geval met hem praten. Looks like you're out of customers. Yeah, your gang talk off with those well-dressed gentlemen. So what'll it be, Mac? Voorzichtige taal. Wij willen weten wie ons knock-out heeft geslagen. I want to know who knocked me out. Maybe you just passed out. You should learn to handle your liquor. I think you're in on this whole bum deal. Yeah, well, what are you gonna do about it? Oké. Nou, daar zijn we dus niet heel veel wijzer uit geworden. We gaan er nog wel een keertje likken. What do you have?
Wij willen weten waar onze sleuteltjes zijn. I'm looking for my keys. I have no idea what you're talking about. Nee, nog steeds niet. Nou, we kunnen hem blijven likken. Want something? Waar is iedereen naartoe gegaan? Where'd everybody head off to? What am I, the cruise director? Maybe they're up on the Lido deck. Grappenmaker. Wat een ontzettende grappenmaker. Goh, wat ben je grappig. You gonna order something? No. Oh, nou, dat was het. Goed. Nou, je kan hier nog van alles bekijken en doen. En, nou, we kunnen al even rondkijken natuurlijk. Good thing that's a badger. Why? Because if that were a dead polecat, I'd have to trash the place. Haha, polecat. Heb je een piano? Kunnen we de piano gebruiken? Yeah, right. Niet dus. Ben is geen piano-virtuoos. Nou ja, dat kan. Nou ja, dat hoeft toch allemaal niet. Ik bedoel, ja. Nou ja, we kunnen hier verder nog dingen. Ja, het scherm zit natuurlijk uit, dus we hebben een beetje weinig nut om eruit te kijken. En dat monitortje ook niet waarschijnlijk. The monitor doesn't have any controls. Dus helemaal niks. Oké. Goed. Deze bartender, ja, die weet natuurlijk meer, want die heeft eigenlijk alles gezien en meegemaakt. Dus we moeten de bartender even wat hardhandiger aanpakken, motorrijderstijl. Komen we meteen bij de meest briljante scène uit, nou, toch bijna wel de hele gamegeschiedenis. Let op, je klikt op de bartender en je klikt op je handje. Komt ie hoor, ik vind hem geniaal. You know what might look better on your nose? What? Bam! The bar. Now don't mess around with me. Alright, alright. I got your keys, but I don't know nothing. They had guns. They told me to stall you as long as possible. Why? I don't know. I don't know. I overheard them say something about an ambush up the road. Hey. What else? Nothing, nothing. Look, man. Here are your keys, alright? Oh, someone did say something about killing you and making it look like an accident. They didn't do too good of a job there. But why ambush the polecats? I'd better get moving. We kunnen maar beter bewegen. Nou, dankjewel bartender. Ik ben zijn naam kwijt. Hij had ook een naam, die gozer. Ik weet het niet meer. Maakt het toch helemaal niet uit. Dat horen we trouwens volgens mij later in het spel nog een keer. Maar dat maakt niet uit. We hebben onze sleuteltjes. Dat betekent dat we kunnen motorrijden. Als het goed is... Nu, blijf even staan. Als je op de rechtermuisknop drukt, ja, is de inventaris. En de inventaris laat onze sleuteltjes zien. Nou, dan kunnen we de sleuteltjes pakken. En die kunnen wij op onze motor gebruiken. Je ziet dat die gehighlight wordt hier en hier niet. Dat betekent dus dat hier interactie mogelijk is. Nou, dan gaan we daar beneden van doen. Hoppakee, brilletje op. Geniale muziek van de band The Gone Jackals. I'm on the road. I'm indestructible. No one can stop me. But they try. Hello. Hey, ain't you the A number one polecat honcho? Yeah, and you're in my way. Well, get used to it, bud. When the Rottweilers hit the road, we own it. Look, I'm serious. Someone's ambushing the polecats. Someone's ambushing the polecats? Oh, heavens, whatever will we do? That does it. Come on, kitty. Let's get down. Let's get down. Don't give up now. De linker muisknop kan je mensen mappen. En je kon ook nog ergens van een dingetje verwisselen. Ik weet alleen maar god niet meer waar. Maar we kunnen hem ook gewoon even een paar rossen voor de kanus verkopen. Je kan ook door je muis te bewegen. Kan je hem ook. En je motor bewegen. Oh fuck, dat hebben we alweer verloren. Dat begint al lekker. Nou ja. Ik weet niet meer welke knop. Je kon ook verwisselen van... Onder...
Later, sukkel. Niet meer nodig om van knop weer om van wapen te wisselen. Je kan ook met je voet meppen. Maar hij is toch dood. Ga. En doe het lekker. Oh. Hallo, wiel? Waar gaat mijn wiel dan weer naartoe? Fuck. Dubbel fuck. Oh shit. Fuck. Nou, einde spelletje. Leuk dat jullie er waren. Something about killing you and making it look like an accident. Don't worry. I have a plan. They had guns! Malcolm Cole is dying. Something about an ambush up the road. I have a plan. Oh. Ja, dat ze pijn hebben gedaan. Maar we leven nog, dat is belangrijk. Hallo? Ramptoerisme. Man, this is gruesome. My editor better print these in color. Now I have to get you some help, I suppose. Ah, quit moaning. I know someone around here who can fix anything. Erger dan de ramptoerist, fucking persmuskiet. What the fuck is dat? Holy hell! Het is een DJ van Slipknot! What are you? I'm a mechanic, oh. And apparently a pretty good doctor as well. My name's Maureen. My name's Ben. Why did you hit me over the head, Maureen? You were in an accident. A reporter found you and brought you and your bike here. My bike? What have you done with my bike? Nee, you brought it back from the dead. Sort of like what I did with you. I need a little help getting it finished, though. Nou, wie je bent, het weten ze onderhand wel. Jeetje, onze motor. Ah. Jongen. Maar hier had de bartender het dus over. Want ze hebben gewoon het voorwiel gesaboteerd. We gaan eerst maar even praten met deze mevrouw. Nou, wie je bent, het weten ze onderhand wel. Dus wat zei ik net al. Hoe ziet de schade eruit? How's it look? Looks better than it did, but you gotta help me out. The front forks are wasted, so you'll have to get some new ones. And someone stole my welding torch. Can you believe that? I can't finish without one. And last but not least, I patched up your ruptured gas tank, but you're out of fuel and I don't have any. Okay. And waar moeten wij al deze zooi vinden? Where am I supposed to find all this stuff? You can hack it, tough guy. Oh, nou dankjewel. Waar vinden wij nieuwe voorvorken? Waar vinden wij een nieuwe voorvork? Ik heb er maar eentje nodig. Ik heb 80.000 uitlaatpijpen, maar één voorvork nodig. Dus waar vinden wij een nieuwe voorvork? Where am I gonna find new forks? Well, they don't have to be new, just not broken into little pieces. Oh, dat scheelt. Start by asking Todd in the trailer across the way. Ja. He runs the junkyard. Okay. En hoe moeten we jouw lasapparatuur vinden? How am I supposed to find your torch? I don't know. Set up a dragnet. Still can't believe someone would steal my torch. De floepertje. Who around here would do a thing like that? Geen idee. Misschien iemand die dingen moet lassen. Misschien last hij zelf. Misschien heeft hij ergens last van. Jezus, die was al heel slecht. Sorry. Nee, die was echt heel slecht. Benzine. Where's the gas? Well, there's a whole tower full of it at the edge of town. I have this crazy, irrational intuition that tells me maybe it's worth checking out. Actually, I think I can handle it. Good. Right. Maar we moeten wel snel uit dit dorpje, stadje, uit deze plaats vandaan. We gaan zo meteen op zoek naar alles, want ja, we hebben onze motor natuurlijk keihard nodig. Maar we moeten wel snel uit deze stad vandaan komen. I gotta get out of this town, fast. Trouble with the law? Not in this county. Ha! Then what's the hurry? Onze motorbende is in de problemen. My gang's in trouble. Polecats. How'd you know that? Big emblem on the back of your jacket.
They're headed for an ambush, so I gotta catch them. We better get this bad boy back on the road then, huh? Ik heb helemaal geen geld. I don't have any money to pay you with. Hey, this one's free. Oh? I haven't touched anything besides a toaster for so long. Getting my hands on your hog has really been a pleasure. Where'd you learn bikes? I grew up working on them with my dad. One summer we did nothing but restore this old hardtail together. I mean, we scrubbed every bolt until it shined. But he took off one day and he never came back. So I switched to toasters. Okay. Woon jij hier? You live in this town? Well, Melonweed's not much of a town. What's left of it is sinking about a foot a year. People either learn to adjust, or they leave, which is fine with me. Not a people person? I'm just better with toasters, that's all. Heb je ook een achternaam, Maureen? Of heet je gewoon Maureen, Maureen? Maureen, Maureen. Dat is toch een liedje? Of was het Doreen? Nou ja, heb je een achternaam, Maureen? Do you have a last name? I prefer not to use it. Oh. What about you? Same deal. Eh. Then it's Ben and Mo forever, I guess. Ben and Mo. Doe ik het voor. Is het een geautoriseerde Corley Service Center? Want deze motor komt natuurlijk van Corley Motors. En niet iedereen mag zomaar aan onze motor komen. Ik bedoel, pff. Maar is dit? This is an authorized Corley Service Center. You could call this a Corley Service Center, but I don't have the official paperwork. Ah, an illegitimate Corley operation. I prefer to think of it as a renegade Corley operation. Look, if you want me to finish this thing... Okay. Say no more. Okay. Goed, we moeten dus voor haar verzamelen een nieuwe voorvork, benzine... En, fuck, wat was het andere daar ook alweer? Haar lasapparaat. Goed, hier zijn ook nog enkele dingetjes die je kunt bekijken. Nou ja, je motor daar, die ziet er natuurlijk niet uit. Hier een foto, we gaan even naar die foto kijken. Who's this? Oh, that's me and my Uncle Pete. He took care of me after Dad split at this place he called the Mink Ranch. And when he died, he left it to me. You're a mink farmer? Nah, that place went belly up long before he died. But I still go back there whenever I need to get away for a while. Oh, hij had een vieze duimnagel. Bah, Ben, viezerik. Nou, hier hebben wij een gasblik. En ook een slang. Vergeet die niet mee te nemen. Je kan wel terugkomen, maar niet zoveel uit. Maar je kan ze beter alvast meenemen. Ik bedoel, dan heb je het maar gehad. Gaan we naar buiten. Oh, good, you're not dead yet. Oh. I might still get a quote. Die kutstem van haar. Je hebt mijn leven gered, heb ik gehoord. I heard you saved my life. Yeah, but don't worry. I wasn't trying to. I was just looking for some nice roadside disaster photos and you helped. Verschrikkelijke stem. Maar wie wil er nou een foto van ons die van ons bloedend langs de kant van de weg? Wie? Ja, weet al die raptoristen die te lui zijn om zelf foto's te nemen. Ha! Who'd want a picture of me bleeding? It's not the blood. It's the way you were, all twisted up like a pretzel. Gelukkig is ze lekker subtiel. Hou wel. Maar geen tijd te horen, want wij moeten een hinderlaag stoppen. Listen, I've got to stop an ambush. Ambush? Really? Where? Ongeveer ergens tussen hier en Corville. Somewhere between here and Corville. My crew is escorting some VIPs to the Corley Motors shareholders meeting. Ja, je vertelt lekker alles. We're waiting for them somewhere up the road. Kunnen wij wellicht met jou meeliften? Als motorrijder klinkt het natuurlijk een beetje jammer, maar kunnen we met je meeliften? I... Yeah? This is hard for me. I need... Come on, man. Spit it out. Could you give me a ride in your car? I've got to stop this ambush. You're right. We have to get to the ambush, all right. But I'm afraid I'm without wheels at the moment. How did you get us here? Hitched. Hmm. Well, I'd better be going. Okay. All right. Drive safe now.
Nou ja, blijkbaar zijn we komen liften. Dus zij heeft een iemand die dus helemaal verwond en kapot is, heeft ze meegekregen in een auto. Tuurlijk, ik vertrouw haar niet helemaal. Maar ja, het is ook een persmuskiet, dus die moet je ook niet vertrouwen. We gaan op onderzoek uit. Want we hebben natuurlijk enkele zaken nodig ten einde onze motor weer te kunnen repareren. Spannende muziek. Wat? Hé, hey, hallo, wat ga je doen? Nee, hey. Oh, oh! Vuile slet! Thanks for the lift. Now I got a quote for you. Jonge, 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 jonge. Ook niet aardig. Goed, welkom in Melonweed. Hoe lang zijn we bezig? 20 minuutjes ongeveer? Nou, we gaan gewoon nog even lekker door. Want het is veel te lang aangekondigd, deze Let's Play. Maak er gewoon een extra lange eerste aflevering van. En één aflevering vol met geouwe hoer. Daar zit natuurlijk niemand echt op te wachten. Daar lichtjes. Hier is de Iwan Tot met zijn trailer. Hier is de de vuilnishoop, de schroothoop. En hier is de toren met benzine waar Maureen het over had. Laten wij beginnen bij Tot. Gaat wel hard, zeg. Jeetje, gaat die snel. Kijk, hij is hier druk bezig. Je ziet hem hier heel druk. Die muziek. Ja, die muziek. Song greatly increased. Schitterend nummer dit. Get a chance to kiss your lips. I thank the Lord each day for the apocalypse. Prachtig, prachtig. Maar hij heeft dus een lasapparaat. En we moeten bij hem zijn om de vuile schroothoop op te kunnen. Nou. Gaan we even aankloppen met Tot. Oh, wacht, we gaan eerst even kijken. Misschien kunnen we wat zien. Either someone's doing some welding down there, or we're talking about some very subcode wiring. Nou, volgens mij is iemand er druk aan het lassen, want je hoort ook lasgeluidjes. Hallo? Huh? Wat is dat voor een raar geluid uit de caravan? Who's out there? Hey, I'm trying to do my art in here, buddy. I don't got time to wait for someone like you. I'm a friend of Moe's. I need. Listen, I didn't take no welding torch. Ik heb het helemaal niet gehad over een lasapparaat. No crook. So get off my back already. Je kan nog meer dingen tegen hem zeggen. This is important. Not to me, you freaky looking hood. Now bait it. We gaan ze even allemaal af. I got a guy coming over. Let me in. Ha! Good one, punk. Nog meer. You knock for a reason? I'm about to roll this tin can. Ja, precies, Ben. That's it. I'm calling the cops. Maar je doet je best, maar. Good. I've been meaning to report a stolen welding torch. Ha, touché. Meh. Get away Nog from weer. My door, you bum. Candy Graham. Ha. That's it. If you don't take off for good, I'll... You'll what? Now? I'll glaze your ugly puss with my welding torch. I mean my... My hair dryer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, doe een bink. Long enough and maybe I'll pick you up with a trash. Building inspector. No dice. Oh, de humor van Lucas was geniaal. Got some flowers here. Scram. Get a life, you loser. Nog meer. Can I use your phone? Beat it. Nog meer! Jongen! What do I have to do to get rid of you? You stick around long Nog meer! I'm here to look at the art. Nice try. Ja, nou, best leuk geprobeerd. Nog meer! You've won something. Let me in. Give it up. Nog meer! Quick! The whole trailer's on fire. Hit the road. Nog meer! Hi. I'm from Mobile Man Magazine. Get your greasy, oily, leather-wearing carcass. Oh, jongens, I fucking love this game! I'm trying to do my art in here, buddy. Nog meer! What do I have to do to get rid of you? Ik wil nog meer! I don't got time. This is the police. Enough already. Ik wil nog meer! Hey! Jongen! I'm trying to do my art in here, buddy.
Hey, dirtbag. I'm selling these fine leather jackets. Monkey Island reference. Slam. Hebben we nog meer? I take it all back. Get your greasy, oily, leather-wearing Oh jongens, wat heb ik dit spel gemist. Weet je wat we doen? We trappen gewoon de deur in. Later! Nou, dames en heren, tot. Een man die zal te zien inderdaad geen haardroger gebruikt. En... nou ja, laat maar. We gaan eens even hier zo rondkijken hier. Wat hebben we hier allemaal? Een kastje. Het kastje kan open. Someday got a chance. Hey, een lockpick, een loper. Is het een loper? Vind ik wel. Lord each day. For the apocalypse, we kijken in de ijskast. Wat ligt daar in fles? It's either dog food or this guy's dinner. Neem het gewoon mee. Mama's face has dripped down into the dirt. Wat is hier? Hebben we nog meer? Still chasing, chitlin, asker. Inderdaad, vind ik ook. Wat is hier nog meer? Oh, wat gebeurt er? Dit noemt hij dus blijkbaar kunst. I hope he's not trying to bring these to life or anything like that. Laten we het inderdaad niet hopen. Sun greatly increased. Ouch. That I'm even getting a chance. Een lasapparaat. That's my welding torch. How'd you get it? Oh, it was just lying around. A pair of forks, little gas, and we're set. Hots of flots. Hoe zitten we met de tijd? Nou, weet je wat, we gaan gewoon lekker door. Dikke L. Misschien wijs om maar alvast even benzine te gaan halen. Het is trouwens volgens mij ook de juiste volgorde om dit zo te doen, als ik me goed kan herinneren. Kijk, hier zit een slot. Tough looking padlock. Kijk, dan hebben we onze lockpick. Gooi de tent gewoon even open. Hatsflats. Heel belangrijk, slot meenemen. Goed, let op. Dit wordt zwaar bewaakt. Spoiler alert. Oh shit. Kijk, ik krijg de tijd om weg te komen. Dan moet je zo snel mogelijk daar naartoe. Kijk, dan verstop je hier. Dan is daar de politie. Remain, where are you? Hey, I don't see anybody. Nobody's there. But who set off the alarm floor? Maybe someone is just fooling with us. You must have missed that last guy. Well, if you could hold this thing still while I'm shooting. I'm going down for a closer look. Hello. I don't see nobody. He must have run away. Yeah, we would have seen him running from the air. He must be hiding up in the tower. We got him treed. Lekker niet. Let's go up and get him. We gaan hem pakken. Ja, ga maar weg. Goed. Wat doet dat? Die camera. Oké, rare camera. Je pakt de slang. Die zet je hier op de benzinetank. Want er zit hier zo'n uitstulpinkje. En dan zet je de slang op. Hoppakee. Dan zet je je gastankje, je gasblikje. Zet je eronder. Fuck een ander ding. En ondertussen lik je de slang. Kijk. Puur natuurkunde. Is that down there in the yard? It's him. Get him. Where? Over there. Daar gaat alle benzine. You go around the other side and we'll have him cornered. Where'd he go? Let's call it quits, huh, boss? No. Let's call on reinforcements. Oh. Zo. Sterk terugkomen. Ja, ga maar weg.
You get this from the gas tower? Not exactly. Just a pair of new forks and we're on the road. Kijk, dat gaat al lekker. Nou, even kijken. Ja, we gaan gewoon meteen die vorken ook maar even scoren. Of die ene voorvork, godallemachtig. Laten we het meteen maar even fixen. Ik bedoel, ja, zul je toch zijn, hè? Nou, dit af te kappen en dan voor dat ene dingetje nog een keertje weer helemaal te beginnen, niet handig. Dit is Tots Schroothoop. Dit is de ingang. Als je hier aan trekt... Dan heb je dat dus. Wil je naar de binnen gaan? Oh, kut. Beetje jammer. Wat je doet, vervolgens pak je dit slot. Dat zit hier. Op de deur. En we gaan het gewoon nog eens proberen. Ja, maar Ace, het heeft toch een nut als de deur op slot gaat? Jawel! Kijk maar! Mission Impossible. Junk. Ah, een junk. Nou, heb je hier dus de vork in. Tenminste, het ziet er wel een beetje vorkig uit natuurlijk. Alleen zitten we met het volgende probleem. Just the kind of forks I need. Right on top. Precies op de bovenkant. Daar gaan we die maar pakken, denk ik. Nee. Oh my god, Ben heeft zijn ogen open. Nou, dan is het echt serieus shit als Ben zijn ogen open doet. Oké, sorry. Hij blijft wat bouten en moeren uitbraken. Prachtig. Dus daar kunnen we niet zomaar bij. Wat we dan vervolgens doen, moet ik even kijken of ik dit ook alweer nog kan. Want het is ook weer een tijd geleden. Nee. Ben. Nee, lul. Kom terug. Terug hierop. Hop, kom op. Even een beetje je beste man, kom op. Nou, wil je wel naar beneden? Nou, dan gaat het lekker wel naar beneden. Jongen. Of komt het hier via de muur? Volgens mij moest het... Nou ja, maakt het niet uit ook. Kom eens even hierheen. Je hebt hier die deuren. Oh, hier is een ladder ergens, blijkbaar. Ik vergeet wat. Kijk, hier heb je die hond. We gaan nog even terug naar buiten. Zie je wat je via die muur kan? Waarom doet hij dat zo fucking moeilijk? Nou ja, het is allemaal wel. Oh. Veel te lang geleden dit. Hop. Dankjewel. Pak het stuk vlees. Dat stoppen wij in een van de auto's. Pooch. Bon appetit, mud. Hotsenmotsen. Nee, terug. We moeten hier naar boven. Want zoals je ziet, is dat een hijskraan met een grote magneet. Nou, vond ik het vroeger altijd leuk om al die auto's te sorteren op kleur en dergelijke. Gaan we niet aan beginnen. We hebben hier de besturing van de magneet. Dit zet de magneet aan. Met deze gaan we dus naar voren en naar achteren. En van links en naar rechts, maar dat snappen jullie wel. Deze gaat omhoog en omlaag. Dan ga je even omlaag. Nog een stukje omlaag. En klotsen. Omhoog. Verder kan je niet, oké. Dan zorg ik in ieder geval even voor dat hij zo ver mogelijk weg is. Zo, daarheen. Daar een beetje heen. Wacht. Zo, wel in de lucht dat hij niet in ieder geval toch daar beneden kan springen, eventueel. Kijk, hier zie je hem hartstikke worstelen en lekker een stukje vlees verorberen. Lekker verorberen! Maar dat betekent... Dat die hond dus helemaal geen tijd heeft, sowieso helemaal niet kan. Helemaal niet naar beneden kan. Waarom wordt hem weer aangebeld? Wat is dat voor lul? Tijd voor wat, met een lesje maken, man. Ja, wie daar? Hallo? Wie? Verkeerd verbonden. Ga ze bij mij aanbellen voor mijn buren. Dat is een beetje gelul natuurlijk.
We gaan door. De voorvorken. Nice forks. Mm. Where'd you find them? Right next to the knives and spoons. Ha ha. Well, that's it. Wait outside for a minute and I'll finish her up. I'm working on a surprise. Oh? I hate surprises. All right, here she comes. Am I cool or what? Schitterend, schitterend. I should crash that thing every day. So what's the surprise? Oh, just your average everyday pre-regulation destroyer class solid fuel recoil booster. You're serious? Tuluk. Yes. But only the vultures. I have my connections. Now, are you gonna try this thing out or not? Hoo-wee, I wish I had a camera. I wish I had some way of paying you back. Just beat it, will ya? Okay. Scaring away my regular customers. No. Bye, Mo. Send me a postcard from the ambush. Steek ondertussen de halve tent in de fik. Maakt iets uit. Met die heerlijke muziek van The Gone Jackals. Tenminste, we moeten natuurlijk die kant op met al die politie erbij. Daar moeten we natuurlijk even wat op verzinnen. Goed, in de volgende keer laten we spelen Full Throttle. Gaan we natuurlijk ervoor zorgen dat wij daar door kunnen. Gaan we ervoor zorgen dat onze gang niet in de problemen komt. Althans, niet meer in de problemen dan de gemiddelde motorbende. Want laten we eerlijk zijn, ze zien er natuurlijk een beetje crimineel uit. Dus zullen ze vast niet alleen maar oude dametjes helpen met oversteken. Heb ik zomaar het vermoeden van. Goed, nou, dit is weer het begin van een prachtige, prachtige let's play vol met verwikkelingen, ontwikkelen en andere insinuaties, indicaties en implicaties. Ik zou zeggen een hele fijne oma en tot later. We'll be right back.